Maar ik ben dus gegaan voor deze. Het is toch echt mega groot. Kijk dit even. Augurk en tomaat en sla. En dit was echt stressen. Hey, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een hele leuke video voor jullie. Namelijk weer een keertje een Too Good To Go unboxing. Ik krijg altijd zo vaak de vraag of ik dit soort video's wil opnemen. En ik vind het zelf ook altijd heel erg leuk om te zien wat er allemaal in de boxen zit. En bij mij in de buurt heb ik dus al best wel veel bakkerijen en supermarkten en winkeltjes gehad. Al moet ik ook zeggen dat er weer een paar nieuwe zijn die ik binnenkort wil gaan uitproberen. Maar het leek me dus ook wel heel erg leuk om het een keertje in het buitenland te doen. Ik ben dus in Düsseldorf en ik zat op de Too Good To Go app en ik zag gewoon dat ik hier kon bestellen. Ik dacht eerst van, oh, misschien moet ik nog een andere app downloaden of misschien hebben ze hier een Duitse soort versie. Maar het is gewoon letterlijk dezelfde app. Dus ik heb gisteren 3 boxen opgehaald die ik vandaag samen met jullie ga openmaken. Ik hoop in ieder geval dat jullie er net zoveel zin in hebben als ik. Doe dan ook even een duimpje omhoog en dan gaan we meteen beginnen. Het eerste verschil met Duitsland is dus dat de boxen wel een stukje goedkoper zijn, moet ik zeggen. De meeste boxen zijn hier ongeveer 3,50. Dus ik was ook wel heel erg benieuwd of je dan minder zou krijgen. Want in Nederland betaal je best wel vaak 5 euro. Dus daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Al moet ik alvast verklappen, hè? Er lijkt allemaal best veel in te zitten. Allereerst gaan we beginnen met dit winkeltje. Deze box is van de Espresso Perfecto. Perfetto. Ik weet niet precies hoe het heet. Ik zal het in ieder geval even in beeld zetten. Ik zal ook even het winkeltje slash, het is een soort koffietentje, aan jullie laten zien. Ik heb wat geprobeerd te filmen met mijn mobiel. Dus die beelden gaan jullie nu zien. En dit is dus de box. Ik kwam dus aan bij het koffietentje en die man achter de balie was super aardig. Ik vond het er ook echt wel leuk uitzien. En ik mocht dus alles zelf uitkiezen. Hij zei echt van, oké, dit is de vitrine. Welke muffin wil je? Welke... Nou, allemaal dingen zei hij dus. Allereerst gaan we beginnen met de muffin. Ik mocht uit... Ik weet niet, volgens mij stonden er wel iets van 8 verschillende muffins kiezen. En ook hele schattige, echt met Cookie Monster, met een unicorn. Maar ik ben dus gegaan voor deze. Dit is echt een felroze topping, zeg maar. Dat is dus deze cupcake met dus roze botercreme en iets van een soort... Ja, chocolaatje, KitKat-achtig bovenop. En deze zag er zo lekker uit. Ik ga hem ook gewoon meteen proeven. Want ik ga zeker niet alles proeven. Maar ik ben hier zo benieuwd naar. Vooral naar die roze botercreme. En naar die chocolaatjes. Hij is echt niet fatsoenlijk te eten. Maar wel heel erg lekker. En deze was dus, er stond dus een bordje bij. Er stonden allemaal prijsbordjes bij. Al 3,90. Dus ik vond het best wel dat ik dacht, zo, voor een cupcake best wel prijzig. Maar hij is wel echt lekker. En dan gaan we door naar het volgende zakje. En hier zitten 3 dingetjes in totaal. Zo. Hij heeft echt een heel groot stuk gedaan trouwens. Allereerst hebben we hier een cheesecake. Ik kon dus kiezen uit brownie cheesecake of een classic cheesecake. En ik heb dus gewoon gekozen voor de normale cheesecake. Op een gegeven moment werd het een beetje lastig, want hij kon niet heel goed Engels. En ik kan wel een beetje Duits, maar ook weer niet zo goed, zeg maar. Niet in één keer. Maar in ieder geval, bij deze had hij dus nog fruit. Hij had er eentje met, even denken, blauwe bessen. En hier zitten dus kersen in. Dus dit is een soort chocola met kersen. Ja, dus deze heeft chocola met dus een kersenvulling. Ja, het duurde dus wel echt even om allemaal uit te leggen wat het allemaal was, waar ik uit kon kiezen. En dit was dus het laatste wat ik kon kiezen. Het heet een nuts. Slangen. Dus hij zei nog een keer van ja, en dan nutslangen. Dus ik zo, yes please, yes please. En hij zo, pistache. Hij dacht dus dat ik pistache had gezegd. Echt geen idee. Ik weet niet wat er allemaal lag. Ik had echt geen idee, maar het was wel heel erg grappig. Maar dat is dus deze. Ik ben nu ook wel heel benieuwd naar deze. Ik ga dit ook nog even proeven. Nee, dat is niet mijn ding, jongens. Ja, ik had eigenlijk meer een notenreep verwacht. Maar er zit dus allemaal spijs in. Het is niet heel lekker. Het is ook niet vies. Het is gewoon... op zich, ja, goed te doen. Maar dit is dus in totaal de box. Ik ben er echt wel heel erg blij mee. Dit gaan we daar lekker opeten. En deze was dus 3,50. En je moet dus een waarde krijgen... Oh nee, wacht. Deze was 4 euro. En je moet dus een waarde krijgen voor 12 euro. Maar ik denk dat dat zeker wel gelukt is. Want het was echt een dure bakkerij. Dus ik ben er heel erg blij mee. Dan gaan we door naar de volgende box. En dat is dus van
bakwerk. Ik ga het nu niet meer in het Engels zeggen. Dus niet bekwerk, maar bakwerk. Want we zijn natuurlijk in Duitsland. En dat is deze hele grote zak. Er is wel één grappig dingetje aan. We hebben deze dus opgehaald. Echt om 9:50 s'avonds. Niet normaal hoe laat deze gaan. Het was nog even stressen. We gingen het echt bijna niet halen. Maar gelukkig hebben we het gehaald. We liepen ook helemaal verkeerd. Ik dacht echt zo, oh no, we gaan gewoon die boxje niet meer kunnen halen. Maar er is dus al een broodje uit. Want er kwam dus een dakloosje naar ons toe. Echt, ja, het was gewoon heel zielig. Dus die vroeg om geld of zo. Maar we hadden geen cash bij. Dus Joep heeft gewoon een broodje gegeven. Ik zei van, geef maar een broodje. En Joep zei, die zag er wel heel lekker uit. Dus dat belooft wel wat goeds. Maar er is dus al één broodje uit. Laten we gaan kijken wat er verder allemaal in zit. Oh ja, en trouwens, ik heb natuurlijk al eerder bakwerk gehad. Ik heb hem al 2 keer eerder in Nijmegen gehaald, volgens mij. Dus ik ben ook heel erg benieuwd of dit heel verschillend is met de Nederlandse box. Allereerst hebben we dit kaasbroodje. Dan hebben we dit broodje. Oh, hier zit dus hamkaas op. Dus gewoon een wit broodje met dus hamkaas op de bovenkant. Ook altijd lekker natuurlijk. Verder hebben we, oh, dit is echt een belegd broodje met salami en augurk en tomaat en sla. Ziet er echt wel goed uit. Nog een broodje met dus, ja, volgens mij zit hier vlees dus ook weer op en iets van tomaat en dus ook weer kaas. Het rook hier vannacht dus ook helemaal naar kaasbroodjes. Want ja, we hebben dus gisteren om 10:00 opgehaald en ik ben nu aan het opnemen. Dus we hebben gewoon de hele nacht die lekkere broodjes geroken. Dan hebben we nog zo eentje met dus salami en augurk en tomaat en sla. Ziet er echt wel goed uit. Zo, het is echt veel. Nog een kaasbroodje. Niet normaal. Nog een kaasbroodje. En nog een kaasbroodje. En als allerlaatste nog een kaasbroodje. Nou, ik vind het er wel heel erg lekker uitzien, moet ik zeggen. Het broodje wat Joep dus uiteindelijk heeft weggegeven was echt zo'n ciabatta met allemaal pesto. En het zag er super lekker uit. Dus ik hoop dat hij ervan genoten heeft. Hij ging wel helemaal schattig een zakje uit zijn jas pakken. En hij ging het echt helemaal opbergen. Dus ik denk wel dat hij het heeft opgegeven. Vaak willen daklozen natuurlijk liever geld of zo. Maar hij was wel echt blij met zijn broodje. Dus ik hoop dat hij ervan genoten heeft. Dit was in ieder geval de box van Bekwerk. En deze was 3,50. En moet dus een waarde bevatten van 10,50. Nou, ik weet wel zeker dat het die waarde heeft. Want er zitten natuurlijk belegde broodjes bij. Allemaal andere broodjes. Ik denk dat het wel 9 broodjes zijn of zo. Dus echt wel een hele goede box weer. Ik moet wel zeggen, het is iets anders dan in Nederland. Want in Nederland krijg ik heel vaak, of in ieder geval die 2 keer, kreeg ik er wel ook echt smoothie bij. Soep weet ik niet zeker. Dat weet ik niet helemaal zeker. En nog een ander drankje. Maar ik vind deze ook zeker wel goed. En als allerlaatste gaan we naar deze bakkerij. Dit heet dus Kamps. Volgens mij is het best wel een keten hier in Duitsland. Want ik heb het op best wel veel plekken zien zitten. Ook in de stad en zo als je hier langs loopt. En dit was echt stressen. Want we kwamen dus bij het station aan om 9:50. En er stond dus buiten zo'n hokje, had ik al op de heenweg gezien. En die was dus dicht. Dus ik dacht, hoezo zijn die rolluiken dicht? Want hier moet ik mijn box ophalen. Gelukkig was het dus uiteindelijk in het station. En we hadden dus de box opgehaald. En het ging ook echt meteen dicht. Dus ik ben blij dat we op tijd waren. Maar dat is dus deze grote zware zak. Hier zit echt wel veel in. Het zit ook allemaal echt wel goed ingepakt. En als allereerste, hebben we dit koffiebroodje. Of nou ja, broodje. Echt heel erg groot. Dan hebben we hier nog allerlei broodjes. Deze bruine. Deze ziet er ook wel heel lekker uit. En als allerlaatste deze met allemaal pompoenpitjes. Ik denk dat we daar nog meer daklozen moeten gaan zoeken. Al moet ik zeggen, die zijn hier wel heel veel. Misschien dat we gewoon wel gewoon bijna alles weg gaan geven. Dit is ook een hele zware zak. Oh, kijk. Hier zit gewoon een heel brood in. Deze ziet er heel lekker uit. Ook weer met pompoenpitjes en andere zaden. Ook al gesneden. Dit ziet er heel erg goed uit. En als allerlaatste hebben we nog dit zakje. En hier zit ook iets lekkers in, denk ik. Ja. Namelijk dit, ja, taartje. Wat is dit? Het is een soort, ik heb het wel vaker gezien, een soort kersentaartachtig iets. Dit is toch echt mega groot. Kijk dit even.
oh, dit gaat sowieso heel lekker zijn. Dit was dus de laatste box van Camps. Ik vond het echt een hele goeie. Deze was dus ook maar 3,50 en moet dus een waarde hebben van 10,50. Ja, dat heeft hij zeker wel gehaald. Er zitten ook allemaal servetjes bij in de tas. Dus het, ik weet niet, het stond ook helemaal klaar. Het was echt super netjes. Ik vond alle drie de boxen vandaag echt heel erg goed. Ik weet niet precies welke ik het beste vond. Ik vond natuurlijk wel de eerste het leukst. Met al die taartjes en de cupcake en zo. Maar ik vond het echt hele goede boxen. Ik ben ook heel erg benieuwd welke box jullie het leukst vonden. Laat het zeker even weten in de reacties. En vond je deze video leuk? Doe dan ook even een duimpje omhoog. En wil je mijn volgende video's niet missen? Kan je altijd even abonneren op mijn kanaal. Daar zou je me heel erg blij mee maken. En dan hoop ik je snel weer te zien. Doei! En nu ga ik allereerst deze cupcake opeten.